kom hier voor Johan, de CEO. Ja, ik ga hem even bellen. Hallo, goedemorgen. Dag Johan. Hallo. Welkom in het zonnige Limburg, zou ik zeggen, vandaag. Ja, ja, toch? Ja, dus ik zie dat de koning hier al geweest is. Wat heeft hij besteld? Een heel grote kast. Ik heb geen kast nodig, ik kom gewoon een keer kijken hoe dat hier zit. Ja, dan gaan we toch proberen iets te slijpen nu nog vandaag. Voilà, dus dat is hier onze productieruimte. Ja? Dus wat wij in het algemeen doen, is het maken van elektrische schakelkasten. Dus je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met je thuis. Ik heb thuis, zoals wij in Limburg zeggen, een plonkast staan. Wat is de plons in staan? Okay. Wel, dat maken we die kasten maar dan heel groot, voor industriële toepassingen. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. De grond hier, dat is wel interessant. Je ziet die hoedjes die naar hier gaan. Ja, je moet stappen en dan moet je dat doen. Ja, en dan gaat je terug en dan draait je terug op. Ah, dat is, okay. Dat is voor veiligheid. Dat is voor de veiligheid. Dat je zowel voor u als achter u alles in de gaten kunt houden. Is dat de familie? Dat is de familie. Dus, de man met de grijze wijze haren. Dus, dat is de jongste zeker. En de drie zonen. Hallo. Hoe bent u daartoe gekomen eigenlijk om dit bedrijf te maken? Ja. 86 gestart. Mijn eerste job in 77 was bij Siemens. En daar ben ik in contact gekomen met borden. Ons beroep noemt bordenbouw. Dus, what's in the name? Ja, ik ken dat ook niet. En, dat is nieuws. Ik heb dan bij vier verschillende werkgevers gewerkt. Altijd in die techniek. En dat was eigenlijk het enige wat ik kende, waarvan ik de markt wat kende, waar ik de klant wat van kende. Samen met mijn partner Rudy Penders zijn we aan het PNV gestart. Dat is wel een grote stap eigenlijk, hè? Van werknemer en bij Siemens naar dit hier. Die kwaliteit van datgene wat we maken, die moet zeer hoog zijn. En vooraleer dus alles weggaat, wordt alles 100% getest. Okay. Zodat dat je een heel hoge bedrijfszekerheid hebt die je aan je klant kunt bieden. Dat is niet met crash test dummies dat je dat test, hè? En jullie hebben ook kunst aangekocht hier? Ja, dat is wat kunst. Dat is ook een hobby van Geeslijn uit het verleden. Dus dat maakt de werkplek toch wel wat aangenaam. Hè. Ja, dus, mij doet een beetje denken aan een paar gasten die aan een plonkast die ergens blijven, ja, nee. Dat zijn van die dummies die een test ondergaan hebben. Hoi. Mag u gisteren worden? Altijd. Je ziet dat de mensen op maat van de kast. Als ze dat net in. Wat was je aan het doen? Nee, heel lachen. Wat was je aan het doen eigenlijk? Hier de bedrading naar plaatsen. Voor een kast wat eigenlijk niet heel plezant is om te maken. Ja, hoe raak je daar dan uit? Hè? Dat is dus al die draad, man. Dat is bijna spaghetti dat je moet. Ja, het is daarom. Normaal heb ik in mijn kabask altijd een vork bij. Spaghetti. Ik heb bij vier, vijf andere bedrijven gewerkt en ik heb een aantal bedrijven gezien van het principe van visa papa. Ja. En die komen dan op strategische plaatsen, terwijl ze het misschien niet kunnen. En niet geïnteresseerd zijn. Misschien wel geïnteresseerd, maar je moet het ook nog kunnen. Ja. Hè. Kunnen, kennen, moeten, willen. En ik vind niet dat je dat je kinderen enerzijds mocht aandoen. En anderzijds je eigen medewerkers die een motivatie hebben en die ambitie hebben om bepaalde functies in te nemen. En dan zeg ik, ja, dus hou die dingen gescheiden van elkaar.